Het wonderbaarlijke verhalenlaboratorium Cirkus Pets presenteert Villa Willemina. Villa Willemina is geschreven en ingesproken door Mariet Sigaar naar het idee van Pets van der Sloot. Hoofdstuk 1 hobbelt door kuilen naar huis. Tada! De auto rijdt van de boot het eiland op. Wilhelmina kijkt uit het raampje. Het begint donker te worden. We zijn er, dames, zegt haar vader lachend. Nou ja, bijna dan. Nog een klein stukje. Hij stuurt de auto rustig de haven van het eiland uit. Haar moeder lacht nu ook. Wilhelmina zucht. Daar gaan ze weer. Op naar een volgend avontuur. Het lijkt wel of haar ouders elk jaar een nieuw idee krijgen. Vorig jaar was dat een bioscoop. Willemina viel elke avond in slaap met allerlei spannende geluiden, die precies om half negen begonnen. Elke avond weer. Het jaar daarvoor werd ze elke ochtend wakker geblafd in het Hondenhotel van haar ouders. Dat was wel gezellig. En de jaren daarvoor? Helemaal precies weten ze het niet meer, maar Willemina heeft al naast een camping in een molen en op een boot gewoond. In het begin was alles natuurlijk leuk, tot ze weer naar een nieuwe school moest en weer nieuwe vriendjes moest vinden. Nee, afscheid nemen is niet echt een hobby van Willemina. En nu is het ook nog eens helemaal anders. De reis naar het eiland was geen nieuw idee van haar vader of moeder. Tante Pim, een oude tante van haar moeder, was namelijk doodgegaan. Ze was wel 115 en een half jaar geworden, zeggen ze. Willemina's moeder kende die tante helemaal niet. En dat is toch wel een beetje raar, een tante hebben die je helemaal niet kent. Maar dat maakte haar vader en moeder niets uit. Die denken nooit lang na over dat soort dingen. Dus gingen ze langs bij een chique meneer achter een chic bureau. Hij had een groot vel papier tevoorschijn gehaald. Daar stond op wat er moest gebeuren met de spullen van tante Pim. Misschien kregen ze wel een heleboel geld. En konden ze eindelijk een eigen huis kopen. Met een tuin zodat haar ouders nooit meer van die rare plannen zouden hoeven te bedenken. Helaas stond er op het grote papier iets heel anders. Want de tante van haar moeder had niet heel veel geld, maar wel een groot huis. Een heel groot huis op een eiland. Er was alleen één nadeel: in dat huis woonden ook een heleboel oude mensen, voor wie gezorgd moest worden. Wilhelmina kende zo'n huis al. Haar eigen opa had ook een tijdje in een bejaardentehuis gewoond. Vlak voordat hij doodging. Het rook er altijd een beetje raar. En het leek alsof er elke dag wel een opa of een oma stierf. Haar opa ging ook dood in dat huis. En nu kregen ze zelf zo'n huis. Wilhelmina had gehuild. Keihard. Want ze wilde geen nieuw avontuur meer. En al helemaal niet met allemaal opa's en oma's. In een oud huis op een eiland. Maar het moest. Wilhelmina's ouders hadden geen geld meer. En door te zorgen voor de oude mensen, konden ze weer geld verdienen. Haar vader en moeder vonden het nog leuk ook. Dus nu reden ze over een eiland. Een eiland vol bomen, rotsen en hoog gras. Wilhelmina zat op de achterbank en keek boos. Op haar schoot stond een grote mand. In de mand zat haar beste vriend, Bram. Bram was een dikke eend. Een te dikke eend, vond haar moeder. Er was geen plekje meer leeg op de achterbank, het stond helemaal vol met spullen. Willemina paste er nog maar net bij. De auto piepte en kraakte. Het was meer een busje eigenlijk, vol krassen en deuken. Daarom had oom Pieter, de broer van haar vader, er een complete dierentuin op geschilderd. Haar vader vindt de auto geweldig mooi. Willemina heeft liever een nieuwe auto. Alles zit met plakband aan elkaar. Op een dag stort de auto nog eens in. Bam! De auto bonkt heen en weer. Willemina knalt met haar hoofd tegen de stoel. Alle spullen vliegen door de auto heen. Au! roept Willemina, net een beetje harder dan het pijn doet. De auto stopt. Sorry, Willem, zegt haar vader, ik zag die kuil in de weg te laat. Ik heet geen Willem. Uit de mand op haar schoot klinkt een zacht gekwaak. Snel opent Willemina de mand. Twee grote eendeogen kijken haar aan. Stil maar, Bram, zegt Wilhelmina terwijl ze de dikke eend onder zijn snavel kriebelt. Dat vindt Bram altijd lekker. Hij knijpt zijn oogjes dan een beetje dicht en hij schudt een beetje met zijn eendelijfje. Ze had Bram voor haar verjaardag gekregen toen ze nog in de molen woonde. Ze had hem meegenomen toen ze weer ging verhuizen. Haar vader en moeder stappen uit. Hoera, de auto is ingestoord! Het is een enorme kuil in de weg, zegt haar vader. Nou, gelukkig is de auto nog heel, hoort Wilhelmina haar moeder zeggen. Maar hij zit wel vast. Wilhelmina zet de mand van Bram opzij en stapt over alle spullen heen de auto uit. Nieuwsgierig kijkt ze naar de flinke kuil. Hoe zou die in de weg gekomen zijn? Door een steen uit de ruimte? Ze weet dat er heel vaak stenen uit de ruimte vallen. En vallende sterren. Als je pech hebt, kun je er zo een op je kop krijgen. Wilhelmina hinkt naar de kant van de weg... En gaat op een grote steen staan. Ze houdt van hinkelen. Urenlang kan ze het volhouden. Terwijl haar ouders met de auto bezig zijn, hinkt Wilhelmina rond de grote steen. De zon is al bijna verdwenen achter de heuvels verderop. Wat dichterbij ziet ze bomen met rare armen. De takken staan allemaal één kant op, alsof ze alleen maar die kant op waaien. Plots ziet ze een lichtflits in haar ooghoek. Ze draait haar hoofd en tuurt. In de verte verschijnt steeds een lichtje. Aan. Uit. Aan. Uit. Een knipperlichtje. Het zal wel een vuurtoren zijn. Die had ze wel eens vaker gezien. Ze staan altijd boven op een duin om boten te waarschuwen dat ze dicht bij land zijn. Willemina kijkt omhoog. Ze kan zelfs al sterren zien. Willemina houdt van sterren. Haar vader had haar verteld dat je op het eiland de mooiste vallende sterren kon zien. Ze knijpt haar ogen half dicht. Het zijn vuurtorretjes in de lucht, al die sterren. Dan roept Willemina's moeder. Het is ze gelukt om de auto uit de kuil te krijgen. Ze stappen allemaal in de auto en rijden verder over een lange kronkelweg. Bij een kruispunt stoppen ze. Willemina's vader en moeder kijken op de kaart van het eiland. Ze slaan linksaf een smaller en steiler weggetje in, langs een rots omhoog. Boven op de rots staat een heel groot huis. Daarachter drijven sombere wolken voorbij. Het begint nu echt donker te worden. Het huis ziet er pikzwart uit. Wilhelmina ziet een stok uit een torentje steken met een donkere, wapperende vlag eraan. Wauw! Net een piratenschip. Haar vader geeft weer gas en de auto schokt verder de steile weg op. Achter Wilhelmina verschuiven allemaal spullen. Zo schuin gaat de auto nu. Haar vader geeft steeds meer gas. Maar de auto gaat steeds langzamer. Trager en trager rijdt de auto. Tot haar vader de auto stilzet en de motor uitzet. Hij trekt aan de handrem naast zijn stuur en kijkt Willemina en haar moeder ombeurten aan. Ze stappen allemaal uit en laten de auto midden op de weg staan. Dan lopen ze de trap op naar de grote voordeur. Aan de deurknop hangt een flinke envelop. Willemina's vader klopt op de deur. Er gebeurt niets. Misschien zit er iets in die envelop, lievert, zegt Willemina's moeder. Willemina vindt het allemaal heel raar. Zou er dan helemaal niemand op ons wachten? denkt Willemina hardop. In de envelop zit een grote sleutel met een kaartje eraan. De sleutel staat erop. Willemina zucht. Natuurlijk is het een sleutel. Haar vader haalt zijn schouders op, doet de sleutel in het slot en draait. Met een harde klik gaat de deur open. Onbeurten gluren ze naar binnen. Daar is het donker. Er staat een brandend lampje op een tafel. Wilhelmina's vader en moeder lopen de grote hal in. Bij de deur blijft Wilhelmina even treuzelen. Moet ze daar naar binnen? Wordt dit nu haar huis? Langzaam loopt ze haar ouders achterna. De grote hal ruikt vreemd en het is donker. Het enige licht van het lampje op de tafel maakt het nog enger. Overal ziet Wilhelmina lange schaduwen. Hallo? roept haar moeder. Even houdt iedereen zijn adem in. Het blijft echter stil. Niemand komt hen even gedag zeggen. De opa's en oma's slapen zeker al, fluistert Wilhelmina's vader. Haar moeder knikt, dat zal het zijn. Bij het lampje ligt een groot, dik boek op tafel. Er staat Gebruiksaanwijzing op. Een Gebruiksaanwijzing? Voor een bejaarde thuis? Wilhelmina fronst haar wenkbrauwen. Een tv heeft een gebruiksaanwijzing en een magnetron, maar een bejaarde te huis? Wilhelmina's ouders vinden het blijkbaar heel gewoon. "Ah, dat is net wat we nodig hebben," zegt haar vader. Hij slaat het boek open. Wilhelmina is er helemaal niet gerust op. Zo'n donker, groot huis op een eiland met een handleiding. Haar moeder haalt diep adem. Dat doet ze altijd als het haar allemaal te lang duurt. Zullen we eens gaan kijken waar jouw kamer is, Willemina?